Op diverse scholen in het district Wanica zal er een pilotproject worden uitgevoerd om te proberen het suïcideprobleem op te lossen. Suriname is in de top 5 landen met de meeste zelfmoordgevallen. DC Raksha Sital Hirasingh van Wanica Noordwest zegt dat het doel van het project is om jongeren zo ver te krijgen dat ze gaan praten over hun sociaal-maatschappelijke problemen. Hierdoor hoeven ze niet te grijpen naar zelfmoord als oplossing. En dat bedoelde ik met die drempel die ze hebben, die ze dus nog steeds hebben. Niet erover wensen te praten als ze met allerlei problemen zitten. En daar ging het dan om een project die we als pilot willen uitvoeren in Wanica om maatschappelijke werkers voor te bereiden, te trainen, om op alle scholen dan in te zetten om als begeleider, als studieloopbaanbegeleider of als decaan, zoals je het hebt op de middelbare scholen en op de hogescholen en de universiteit, zodat ze dan leerlingen en studenten kunnen begeleiden in dit traject. DC Hirasingh zegt dat het de bedoeling is dat dit project landelijk wordt uitgevoerd. De focus in de pilotfase zal echter in Wanica liggen. Ze benadrukt dat ze sowieso wil beginnen met de jongeren. En dan wil ik met kinderen beginnen, want dat zijn onze kinderen. Mm-hmm. Dus je bent niet zomaar burgermoeder en burgervader. Dus vandaar dat ik heb gedacht om in Wanica te beginnen. Laten we daar eerst een veilig milieu en veilige situatie creëren voor kinderen. En dat zullen we. En natuurlijk moet je het ook interdepartementaal aanpakken. Je kan dat niet alleen als commissariaat doen. Je gaat mensen nodig hebben vanuit MINOF, je hebt mensen nodig vanuit justitie, je hebt mensen nodig vanuit sociale zaken. Dus het is iets dat interdepartementaal aangepakt zal moeten worden. Tot zover DC Suraksha Sital Hirasingh van Wanica Noordwest. Dit pilotproject moet nog ingediend worden bij de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport en bij de president.